zal beginnen met onze spreker voor te stellen, Stefan de La Ruel van de Archeologische Dienst van de Antwerpse Kempen. Ik hoop dat je het al eens van gehoord hebt. Nee. Nee? Nou, spijtig genoeg doet Lille niet mee, de Archeologische Dienst van de Antwerpse Kempen. Dus het zal de moeite zijn. Dan misschien, want onze brengt ze wel. Dit is juist ook meegebracht hier. Een vondst van in de Valvekenstraat, zoals ze eens even laten zien. Stefan heeft dat hier juist bekeken. En wat is uw besluit? Nou, het is een schraber. Het voorwerpje was ongeveer zo het zakmes van de steentijd. Mensen, dat waren mensen die rondtrokken. Als jager-verzamelaar, maar ja, die gingen beesten. Wat doen ze met zo'n beest? Ja, je vult dat. En dan gaan ze die huid moeten bewerken. Wat. En dan doen ze alle vlees ervan af, met z'n schrammen. In de jaren 90, op de Regendonk in Poederlei, dus gedurende een klein 10 jaar, ook die opgravingen daar hebben gedaan. En dat hebben degene die daar de grote initiatiefnemer en drijvende kracht erachter was, natuurlijk Paul Janssens. In de week of de dagen nadien begonnen dan met dat allemaal op kaart te zetten, te noteren, wat dan eigenlijk verwerkt is tot dat boek over de opgravingen dat we hebben. Dus dat is eigenlijk volledig het werk van Jos, dat dus gedurende al die jaren eigenlijk tot stand gekomen is. Wel, om daar eigenlijk voor al die keren dat ze vroeg zijn moeten opstaan en dat alles alleen in moeten ontbijten, hadden we nu gedacht van Verelle een klein cadeautje, wat een ontbijt is voor jullie met tweeën. Bij een koffie en dan best al het zwaar dat is opgericht als een soort van project vanuit de Vlaamse overheid om te proberen archeologie op meer lokale schaal uit te bouwen en een eigen archeologisch beleid te voeren. Nu, dat is zo goed gelukt dat ondertussen een nieuwe wetgeving is uitgeschreven waardoor dat wij een soort van een verankering daarin krijgen. Maar ons werking die gaat binnenkort uitbreiden met naast archeologie ook monumenten en landschapszorg. Waar die door de A en andere inwijkingen verwaterd en dan hebben we daar het Kempisch plateau dat daar ter hoogte van Ravel zit. En dan gaat het daar ook nog verder. Maar je ziet eigenlijk dat dat de waterscheidingskam vormt tussen eigenlijk het Scheldebekken en het Maasbekken. En dat vormt eigenlijk voor onze regio, dat is door naar de Beerse en dergelijke meer.